Maandag 7 november is de deadline van de ontwerpwedstrijd die Made in Nijmegen uitschreef op zoek naar een nieuw origineel Nijmeegs product. Het product moet aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. Voor de winnaar is maximaal 5000 euro prijsgeld beschikbaar om het ontwerp uit te werken tot een verkoopbaar product. Op 10 november wordt de voorselectie bekendgemaakt. Vandaag is de deadline voor de inzending van de ontwerpwedstrijd van Made in Nijmegen. Voor het weekend stond de teller rond de 25. We hopen eigenlijk dat het afgelopen weekend natuurlijk is gestegen. En we hebben het tot en met vandaag gemaakt. Eigenlijk was het voor 7 november. Maar vandaag was de laatste kans toch nog om alles in te zenden. Dus we hopen dat het aantal nog gegroeid is. We kijken dus met name dat de maker of de inzending uit Nijmegen komt. En daarbij dat het lokaal geproduceerd kan worden. En dat het een professioneel, kwalitatief hoogwaardig product is. Wij denken bij Nijmegen Steentje aan dat degene die het heeft ingezonden dus uit Nijmegen komt. En dat het in samenwerking met verschillende Nijmeegse partners geproduceerd kan worden. En de mensen zelf, die mogen het als een verrassing laten welke link hun met Nijmegen leggen. Dus dat maakt het juist uitdagend. Zodra de voorselectie is gemaakt voor de 10 beste ideeën, dan worden de promotiefilmpjes van die mensen gemaakt. Vervolgens wordt dat online gezet en dan kunnen de mensen dus daarop stemmen. Op 17 december worden de 10 beste ideeën voorgelegd aan de vakjury en de mensen die in de zaal die aanwezig zullen zijn. Met deze wedstrijd kun je 5000 euro prijsgeld winnen en natuurlijk daarbij naamsbekendheid bij het label Made in Nijmegen. In de Honig worden zowel producten gemaakt als dat er grafisch vormgevers hier zich bevinden als fotografen. Dus eigenlijk een heel diversiteit aan creatievelingen. In de Honig gebeurt eigenlijk van alles. Er worden wel zowel producten gemaakt als dat mensen bezig zijn met grafisch vormgeving, fotografie. Dus eigenlijk heel diversiteit aan creatievelingen.